Dit is Marieke Vermeiren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en de tips en de tricks Inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Dankjewel dat je luistert naar wederom een podcast over keuzes maken. Ik ben Inke van Dijk, ook wel de Choice Consultant genoemd. Ik help mensen keuzes te maken in een tijd dat we keuze te over hebben, bang zijn om de verkeerde keuze te maken en waarin we uiteindelijk niet kiezen. In deze podcast begeleid ik je met een probleem of een situatie waarin jij vastzit en hoe je deze kunt doorbreken. Keuzes maken. Je hebt makkelijke keuzes, moeilijke keuzes en soms onmogelijke keuzes. Waarom lijkt een keuze maken soms onmogelijk? Zijn de keuzes echt zo moeilijk of laten we ons afleiden? Verlammen we door de overlood aan informatie of door de angst om het verkeerde te kiezen? Hoe kom je nu een stap verder in een vraagstuk waarin je vastzit? We kennen allemaal wel dat je vastzit in een situatie of dat je een probleem ervaart en dat je niet weet hoe je eruit kunt komen? Je blijft maar nadenken, piekeren en denkt eigenlijk in een cirkel. Je hoofd maakt iedere keer opnieuw hetzelfde kringetje en je komt niet tot nieuwe inzichten. Het is interessant om te kijken naar je niveau van verbinding met de situatie of het probleem. Daarnaast leg ik je uit hoe je uit die visieuze cirkel komt en vanuit een ander perspectief naar de situatie of het probleem kunt kijken, zodat het je wel nieuwe inzichten oplevert. Vandaag begeleid ik je in deze podcast met een situatie of een probleem waarin jij vastloopt. We gaan kijken op welk niveau je vastloopt. En ik leer je hoe je het cirkeldenken kunt doorbreken. en nieuwe inzichten kunt opdoen die je verder helpen. Je gaat kijken, luisteren en ervaren naar wat je tegenhoudt. Je gaat je hart en je intuïtieve brein laten spreken. Die weten namelijk als beste wat goed voor jou is. Er zijn vier niveaus van verbinding. Het eerste niveau is drama. We maken een heel verhaal rond de situatie. Ja, maar hij zei dit en toen zei ik dat en toen gebeurde er dit en toen gebeurde er dat en ik kan niet geloven dat dit mij gebeurt. Waarom gebeurt mij dit? De vraag die eigenlijk gesteld wordt is: wiens fout is dit? Het is niet mijn fout. Ik ben het slachtoffer hier. Ik kan er niks aan doen. Het tweede niveau van verbinding is situatie. Dit zijn de feiten. Dit is wat er aan de hand is. Wat gaan we eraan doen? Hoe gaan we het oplossen? En vaak nog, hoe gaan we dit zo snel mogelijk oplossen? En eigenlijk, hoe gaan we dit zo snel mogelijk oplossen zodat niemand weet dat dit gebeurd is? Oplossen en alles weer naar normaal. Alles weer oké okay maken. We leven meestal in deze eerste twee niveaus. In deze. De eerste twee niveaus is er geen leren. Je begeeft je in de zogenaamde slachtofferrol. Het gebeurt allemaal buiten onszelf. Er vindt misschien wel wat verandering plaats. Eh, namelijk de situatie weer naar oké okay brengen. Maar er eh, vindt geen transformatie plaats. Vanaf het derde niveau begint er beweging te komen. Het niveau van keuze. Het is niet de keuze in welke oplossingen zijn er om het op te lossen, maar het niveau van wie kies ik om te zijn. Wie kies ik om te zijn in deze situatie? De volledige erkenning dat je misschien niet kunt veranderen wat er aan de hand is in de situatie, maar dat je wel een keuze hebt in wie je bent in relatie tot de situatie. Wat is mijn rol in het creëren van wat er is gebeurd? En welke rol kies ik vanaf nu in de voortgang? Het is een bekrachtigend niveau. Wie kies ik om te zijn met dit? Als je een keuze hebt gemaakt in wie je wilt zijn, dan kun je naar het vierde niveau: kans. En kans is het niveau van wat is het cadeau? Wat wil er gebeuren? Er wil iets veranderen, een realisatiemoment. Er is een potentie die tevoorschijn wil komen. En als je die kans kan identificeren, dan kun je weer naar keuze kijken. Wat is de kans en wie kies ik om te zijn? Als je een keuze hebt gemaakt en je kijkt terug naar de situatie, dan zal je zien dat je relatie tot de situatie is veranderd ten opzichte van hoe het was toen je in drama en situatie was, in die eerste twee niveaus. Hoe groter het drama, hoe groter de kans is. Daar ligt bijna altijd een correlatie. Er zou niet zoveel drama zijn als er echt iets wil gebeuren. Ik begeleid je de volgende minuten met deze oefening. Je hoeft niets te doen, alleen te luisteren naar mijn stem. Het fijnste is om te zitten met je rug rechtop en je handen rustend op je benen. En uh, haal dan even diep adem en laat je schouders zakken met de uitademing. Dus inademen en uit. En ondertussen je schouders laten zakken. Neem een situatie of een keuze of een probleem waar jij meer over wilt weten. Een uitdagende situatie. Een situatie waarin jij vastzit. Je blijft denken in dezelfde cirkel. Het kan een situatie in je werk. of in je privéleven zijn. of in je gezin. En welke verbinding op welk niveau je ook maakt. we gaan ze allemaal langs. Ieder niveau kan namelijk inzicht geven. En we beginnen met drama. Oh mijn god, ik kan niet geloven dat mij dit overkomt. Kun je je voorstellen dat zij dit zei? Waar gaat het heen? Het is gewoon belachelijk. Speel met het drama. Vergroot het uit in je hoofd. Wat gebeurt er met je energie als je naar het drama gaat? Maak de conversatie in je hoofd met betrekking tot jouw situatie. En besef wat er gebeurt met je energie. Oké, okay, schud het een beetje van je af. Beweeg met je armen en je schouders, zodat je het even kan loslaten. En dan stappen we in het niveau van de situatie. De feiten. Dit zijn de feiten. Dit is wat er aan de hand is. En hoe gaan we het fixen? Hoe voelt het om het gewoon te fixen? Een oplossing vinden en het op te lossen. Het volgende niveau is het niveau van keuze. En dat is waar het begint te bewegen. Nogmaals, het is niet. Welke keuze heb ik om te fixen? Maar wie kies ik om te zijn in deze situatie? Wat is mijn rol geweest in het ontstaan van de situatie? En welke rol kies ik vanaf nu? Let op hoe je energie verschuift. Als je een persoonlijke keuze kunt maken in wie je wilt zijn. Je geeft jezelf kracht, niveau kans. Wat wil er echt gebeuren? Als er potentieel is die tevoorschijn zou willen komen, wat zou dat dan zijn? En wie zou je zijn met die kans? Wat vraagt dat van jou om te zijn? En hoe is je situatie nu? Voelt deze nu anders? De kunst is om in kans en keuze te zitten. In elke situatie waar je in zit, daar zit de kracht. Daar zit groei. Daar ben je het meest effectief. Je zit vast in drama of in situatie. En bij keuze en bij kans zit beweging en kun je de cirkel doorbreken. Zet deze podcast even op pauze als je graag aantekeningen wilt maken... van de informatie die je net hebt gekregen. Je hebt nu inzichten en meer helderheid gekregen in je probleem, in je situatie. En je hebt de visueuze cirkel doorbroken. Met deze nieuwe inzichten kun je een volgende stap nemen... en heb je een nieuwe beleving. Je hebt inzicht in je groei en welke stap je daarbij helpt. Je kunt deze oefening herhalen met een nieuw vraagstuk door de podcast opnieuw te beluisteren. Het zal je dan ook weer informatie geven waar je mee verder kunt. De credits voor deze wijsheid behoren toe aan Alan Seal van het Center of Transformational Presence. Dank je wel voor het meedoen. En als je meer wilt weten over wie ik ben en wat ik voor je kan betekenen, neem dan een kijkje op mijn website, nienkevandijk.com. Je kunt een afspraak maken om een vraagstuk in te brengen. En je bent natuurlijk van harte welkom in mijn Power of Choice les, iedere zaterdagochtend in de oneven weken bij de bewustzijnsschool. In de show notes vind je een link naar de kaartverkoop. In deze les leer ik je hoe je makkelijker betere keuzes kunt maken. Iedere les is een op zichzelf staande les met als hoofdthema keuze maken en een subthema die is iedere week anders. Je kunt alle lessen volgen en er iedere les iets nieuws leren of je kunt een enkele les volgen en daar waarde uithalen. Ik hoop je daar te zien of in mijn coachpraktijk. Warme goed voor nu, Nienke.